Het EK voetbal staat voor de deur. Ben je al een beetje in oranje stemming? Nog niet, nee. Nee? Nee. Nee. Heb je ook geen oranje huis? Ook niet, nee. Ook niet. Ga je dat nog doen? Ook niet. Maar je gaat wel kijken? Ik heb gisteren de wedstrijd al gezien tegen Schotland. En wat is je mening daarover? Als ze met de 4-3-3 formatie gaan spelen, dan komt het helemaal goed. Maar de 5-3-2 zou ik niet aanraden. Jawel. Ja? Ja. Is je huis al versierd? Nee, nog niet. Maar ga je nog wel doen? Gaat wel gebeuren, ja. Ja? Dan moet je wel een beetje opschieten, want de vlaggetjes raken al een beetje opgeraakt en volgende week begint het al. Ja, nee, weet ik. Nee, het komt wel goed. Komt wel goed. Ik heb al wat, dus. Oh, je hebt het al in huis. Ja. Ik heb ook het vermoeden dat ze het juiste elftal nog niet hebben. Nee, dan moet u nog misschien even een brief sturen naar de bondscoach. Nou, ik denk dat we in Nederland bondscoaches genoeg hebben. Ja. Maar uw huis, is dat ook al een beetje in de oranje stemming versierd? Nee, totaal niet. Nee. Gaat u ook niet doen? Gaan we ook niet doen. Ik denk dat wij wonen in een appartement. En ik denk dat de medebewoners dat ook niet op prijs zullen stellen. Nee, maar in uw huis dan? Ook niet. Ik vind gewoon, dan moet je gewoon lekker met elkaar verbroederen, bij elkaar komen, gezelligheid. Ja, in deze tijd kan dat natuurlijk niet helemaal, corona. Maar ja, op het moment dat de wedstrijden weer beginnen, ja tuurlijk. Hè, de leeuw begint dan weer te schreeuwen in mij. Hè. Begint hij echt te brullen? Ja, die begint te brullen. Nee, helemaal niet. Eigenlijk kijk ik geen voetbal, maar het gekke is als Nederland speelt, dan komt het chauvinisme toch naar boven. Eigenlijk best wel, hè. Ja. We kijken het ook thuis elke dag, dus ja, we hebben ook wel vlaggen buiten staan. En ja, we zijn er wel klaar voor. Ik hoop wel dat ze eerste worden en zo. Maar ja, ik ben ook voor Turkije, dus... Ja, ja, en dan moet je een beetje schipperen, hè? Ja, dan moet je even kijken welke eerste moet worden. Het is een beetje, ja, of Nederland of Turkije, maar ja, we zien het dan wel. Lijkt me erg leuk, nu ook dat er meer mag en zo. Ja, ik kijk erg naar uit, ja. En is je huis ook al een beetje versierd in oranje? Nee, dat nog niet. Nee? Ben je dat nog van plan? Ja, ik ga verhuizen, dus ja, ik weet nog niet, nee. Ja? Best wel, ja. Ja? Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Ik ben fan van twee landen. Oeh. Dus dat maakt het ingewikkeld. Ik ben van Italiaanse afkomst, dus ik ben ook voor Italië. Maar ik hoop dat Oranje het heel goed gaat doen. Ik ben nu al beter op zoek naar oranje vlaggen, maar die kan ik nergens meer vinden. Die zijn al uitverkocht dus? Helaas wel, ja. Maar als je nou naar de Vinkenplein gaat kijken, nou, die is vol met vlaggen. Volgens mij hebben ze alles al... Die hebben alles opgekocht? Ja, ja, volgens mij wel. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja? Ja. Ja? Heb je al vlaggen opgehangen? Nog niet. Nog niet, maar het wordt wel laat. Nu. Ga je dat zo meteen doen? Maar ja. Dan nee, moet ik jullie... Kijken. Bijna alle vlaggetjes zijn al uitverkocht, hoor. Nou, echt waar? Ja, dan zul je wel goed moeten zoeken. We hebben 5 jaar geleden een vlagje gekocht. Oh, dus jullie hebben nog vlaggetjes? Ja, tuurlijk. Ja. Wij verzamelen dat voor andere jaren en zo. Voor, Oh, jullie hebben nog opgespaard. Ja. Dus vanavond worden er vlaggen opgehangen? Nou, eigenlijk nog niet. Nee? Ik geef er zelf weinig om. Oh. Dus ik vind het allemaal heel gezellig. Maar voetbal is niet zo mijn ding. Dat is niet zo jouw ding? Nee. Dus je huis is ook nog niet versierd in oranje? Nee, nog niks. Nog niks? Ben je ook niet van plan te gaan doen? Nou, het kan wel zijn dat ik een oranje vlaggetje natuurlijk ophang. Maar daar zal het denk ik wel bij blijven. Niet echt. Niet echt? Niet echt. En waar ligt dat nou aan? Ja, ik vind het jammer dat er bepaalde voetballers niet gevraagd is om in de pool te spelen. Oh, oké. Okay. Een aantal voetballers zijn niet ingedeeld? Ja. Ja. Daar hebt u een beetje moeite mee? Ja, een beetje moeite. Ja, ik vind het jammer. Nee, ik heb er eigenlijk nog totaal niet mee bezig gehouden. Nee. Dus je huis is ook nog niet oranje? Nee. Ook geen vlaggetjes in de straat? Nee, niet in mijn straat, nee. Nee, dus je bent nog niet zo mee bezig? Nee, we hebben even andere dingen aan ons hoofd. Hoe schat je de kansen van oranje in straks? Goed, ja, zeker wel. Ja? 100% wel, ja. Oké, okay, dus ja. Je hebt hele goede ideeën over het kampioenschap. Vooral de Depay spreekt me heel erg aan en in combinatie met Luc de Jong. Komt dat helemaal goed? Jawel. Ja? Je hebt er wel goede vertrouwen in. Ja, tuurlijk. Ik hoop dat ze kampioen worden. Maar ik twijfel er wel aan. Okay. Maar je weet het nooit, Jong Oranje heeft Frankrijk ook verslagen. Dus
Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Zodra de eerste wedstrijd gespeeld is, dan is bij ons de hele straat, de Rozenstraat, is denk ik volledig oranje. Als ze goed spelen natuurlijk. Als ze goed spelen, ja. Ja. Dus je moet al wel een beetje in voorstemming zijn, hè? Ja, tuurlijk. We maken het lekker gezellig, met allemaal eten, drinken, alles erop en eraan. En dan ja, gewoon de voetbal kijken. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Je schat het heel positief in. Ja, gewoon positief. Hè? Maar gewoon een beetje naar deze tijd. En ga je misschien op het terras kijken? Nee, ik ga wel thuis. Je gaat wel thuis kijken. Ja. Wie schat je hoger in? Italië of Nederland? Ik denk Italië. En dat komt omdat Italië is 3 jaar lang ongeslagen. We hebben geen wedstrijd verloren. En Nederland was goed op weg met Ronald Koeman. En toen ging Ronald Koeman weg en dan kwam Frank de Boer voor in de plaats. En daarom schat ik ze minder hoog in. Hup, Holland, hup. Je gaat Nederland winnen? Jawel. Ja? Je hebt er wel goede vertrouwen in. Ja, tuurlijk. Ja, je moest ook even een tweede kans gunnen. Dus uiteindelijk komt het vast goed? Ja, maar dat komt het toch altijd. Uiteindelijk komt het altijd goed. Met alles. Hup, Holland, hup!